Like deze video alleen als jij het perfecte plaatje hebt geluisterd. Ik heb dat gedaan! Zoals Bob. Vandaag ga ik iets laten zien in Brookhaven wat bijzonder is. Zoals je kunt zien, ik ben niet zo groot. En dat geldt voor de meeste spelers. Ik bedoel, je kan jezelf kleiner maken, groter maken. Maar groter dan dit kan niet. Tenminste, ik heb een code die ik met jullie ga delen. Oeh, daar heb je dat mysterieuze huis. En als je die code invoert, word jij de grootste speler ooit. Of nou ja, speler. Weet je wat? Ik zal het gewoon laten zien. Dit hier is de code waar het om gaat. En als je deze code invoert... Oké, nice. Oké, sorry, ja. Ik wist dat dit ging werken, want ik heb het ergens gezien op YouTube. Maar ik wist niet... Dit is de allergrootste capybara ever. En je moet je dus voorstellen, we zitten in een openbare server. Dat is een capybara, Bill. Ik hoop niet dat hij een scheetje laat. Maar we zitten in een openbare server. Wacht, kan ik trouwens ook gewoon fietsen? Oh, dat kan. Ik bedoel, dit is een step, maar toch. Dus elke andere speler in deze server, die ziet gewoon de grootste capybara ever. Oh, dit is bizar. Oké, daar hebben we iemand op een paard. Hallo, hoe is het met jouw paard? Met mij en de grootste capybara ter wereld. Gaat het goed? Oh, maar wacht. De capybara is zo groot dat als wij richting een huis lopen... Kijk dan! Die capybara zit er gewoon in. Oké, wacht even. Wat nou als ik zelf een huis kies hier? En dan gaan we gewoon even voor... Nou ja, het maakt niet uit. Dit premium huis bijvoorbeeld. Oh, wacht. Die garage gaat open. Kunnen wij naar binnen? Oh. Dit is bizar. Je moet je dus voorstellen dat elke speler die nu buiten is... die ziet gewoon de grootste capybara ever. Oh, dit is echt abnormaal. We zijn geband. Maar onze capybara's voet zit nog in het huis. Ja, dit is precies de reden waarom ik Brookhaven leuk blijf vinden. Sommige items zijn echt te grappig. Maar we doen de capybara even weg. Want er is nog een ander item wat ik heb. En deze is ook echt super origineel. Oké, moet je opletten. De code die je nodig hebt is dit. En als je dat doet, heb je de langste hoed. De langste hoed ter wereld. Maar ik wil nu zien hoe lang deze hoed echt is. En om dat te kunnen doen, moet ik eigenlijk even naar een privé server. Of nee, wacht even. We pakken even de allernieuwste kaart erbij. Ja, dit zou je wel kunnen zien als een update in Brookhaven. Dat je dit soort items nu kunt aantrekken. En het is dus eigenlijk gewoon gratis. Je hebt alleen maar de code nodig. Oké, maar wacht even. Ik wil nog één ding testen. Deze deur zit namelijk op slot. Maar stel voor, ik pak het matras. Kan ik dan met deze lange hoed naar binnen? Dat kan. Maar gaat de hoed dan echt door het plafond heen? Ik lijk nu wel een pilaar in het huis. Maar wacht. Dit is natuurlijk niet zomaar een huis. Dit is namelijk het huis met de geheime boekenkast die weg is. Oké, maar wacht even. Dan toch nog een keer de capybara. Kunnen wij met de capybara naar binnen? Dat kan toch niet? Oké, we gaan het proberen. Oh my gosh. Ja! Ik denk dat we geband gaan worden op dit moment. Of nou ja, het valt mee. Laat maar, we zijn geband. Maar hier komt het. Omdat deze capybara zo groot is... Ja, sorry. Ik zie iedere keer zo'n capybara, Bill. Omdat deze capybara zo groot is, kunnen wij het huis misschien wel niet in. Maar let op. De capybara wel. Dus die spelers die nu in dat huis zitten, die mij denken geband te hebben, zien alsnog deze capybara. Maar ik ga nu even naar een privé server. Oh, wacht even. Dat is ons huis, toch? Ja, en de capybara die is er alvast naar binnen gegaan. Maar moet je opletten. Kijk, ik zit nu in een privé server. En dan kiezen wij dus gewoon even een huis. Want wat je namelijk in een privé server kan, is dit. Je kunt er echt gewoon helemaal omheen kijken. Oké, misschien was dat geen goed idee. Maar dus als ik dan nu het huis inga, dan kun je zien hoe dat eruit ziet op afstand. Moet je kijken. Oh my gosh. Ja, ik denk dat de capybara een wat groter huis nodig heeft. Maar die hoed. Net konden we niet zien hoe hoog die echt was. Maar nu gaat ons dat wel lukken. Want kijk, we hebben die hoed nu geactiveerd. Hoe hoog gaat die hoed echt de lucht in? Ja, dat is echt wel de hoogste hoed ever. En over hoog gesproken. Maar ik heb hier nog een code die we kunnen invoeren. En dan hebben we mega oren. Wat ik eigenlijk echt hoop, is dat er meer geheimen worden toegevoegd aan dit spel. Want de geheimen met betrekking tot meneer Brookhaven, dat is een gouden hoed. En bijvoorbeeld het geheim met betrekking tot dit huis, die zitten volgens mij echt al jaren in het spel. Ik heb soms het idee dat er niet meer echt nieuwe geheimen worden toegevoegd aan Brookhaven. Terwijl, laten we eerlijk zijn, ik denk dat geheimen wel een van de leukste dingen is om te onderzoeken in dit spel. Ik weet nog de eerste keer dat ik de laptop pakte en hier op elke stoel ging zitten. Ik was echt gewoon verbaasd dat het werkte. Dat we op een gegeven moment een signaal kregen. Zoals nu. En dat je dan hier naartoe kunt lopen om hier zo op deze knop te drukken. Waarmee je vervolgens door de muur heen kan en in deze geheime kamer uitkomt. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen dat je dan hier ook weer ergens op kan drukken. 3, 2, 1. Het is zo cool. En dan staat hier, ik wist de waarheid in het begin niet. Wat dat dan ook mag betekenen. Sinds wanneer kun je een vlaggetje op je auto zetten? En ja, ik weet het. Ik speel nu wat minder Brookhaven dan ik de afgelopen 2 jaar heb gedaan. Ik upload het nog wel, maar nu combineer ik het meer met Brawl Stars. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat jammer vinden, maar je moet je voorstellen. Ik heb bijna 2 jaar lang
lang elke dag een Brookhaven video geüpload. En deze map die wordt er niet bepaald groter op. Dus elke dag in dezelfde map iets nieuws doen, dat kan soms best wel lastig zijn. Hey, deze overburen hebben hetzelfde huis. En met Brawl Stars, ja, dat is een hele nieuwe wereld voor mij. Maar ik ben wel weer van plan om meer Brookhaven te gaan uploaden. Alleen ik wil ook niet in elke video dezelfde geheimen opnieuw laten zien. Dus als jij nou nog leuke ideeën hebt van dingen die je mij in Brookhaven wilt zien doen, laat het me dan vooral in de reacties weten. Want echt waar, ik kan de geheimen in dit spel inmiddels wel dromen. Zoals bijvoorbeeld deze geheime kamer. En als je dan denkt, deze kamer is niet geheim genoeg, dan kan je hierboven gaan staan en dan ziet ook niemand je. Ja, tenzij je een drankje in je hand hebt. Zo, nu ziet niemand je. En ik moet wel zeggen, de laatste updates in Brookhaven zijn wel echt heel tof. Ze hebben natuurlijk, als je hier naar boven gaat, het dierenasiel toegevoegd, wat echt super schattig is. En dat je de katten ook echt kunt meenemen is nog veel leuker. Ah, dit is zo cute. Ik ben met een kat op een onbewoond eiland. En ze hebben natuurlijk ook piratenschepen toegevoegd. Misschien ook wel een van mijn favoriete updates van de laatste maanden. Maar ik vind toch altijd wel de geheimen en de huizen het leukst. Het allergrootste geheim is natuurlijk met die kristallen. Dat als je alle kristallen om de map en in de map verzamelt, dat er dan een geheime kamer in de school te zien is. Heb jij dat geheim op mijn kanaal gezien? Reageer dan ja. Maar die geheimen zijn er nu al zo lang, dat we ze echt al wel 2, soms 3 keer hebben gecheckt. Al moet ik zeggen, over geheimen gesproken. Wacht, ik wil er wel even naartoe in stel. Ah, dit is ook weer echt zo leuk om een keer in te kunnen zitten. Want dit was er met de vorige Pasen namelijk. Maar over geheimen gesproken, veel mensen denken dat meneer Brookhaven gaat terugkeren naar Brookhaven. En dat is natuurlijk dit huisje. En als je goed kijkt, ja, hier ligt dan ook weer zo'n geheime brief. Wat gaat over Lake Madison. Lake Madison is namelijk vernoemd naar Madison, een Roblox-speler. Maar willen jullie dat ik nog wat onderzoek doe of er meer geheimen in Brookhaven zijn? En misschien willen jullie wel dat ik nog een aantal mythes ga testen met de VIP Game Pass die we nu hebben? Reageer dan ja. Ik heb gehoord dat er weer een nieuwe game in de arcade te spelen is. En daar ben ik natuurlijk hartstikke benieuwd naar. Wow. Dit hier is de allerhoogste duikplank ter wereld. Oh my gosh. Dit gaat serieus een tijdje duren. Tenminste. Ik kan voor... Wacht, kunnen we mensen duwen? Oh wacht, je kunt mensen duwen voor 50 Robux. 3... 2, 1. Oh my gosh, we hebben iemand geduwd. Kan ik die speler ook duwen? Nee, dat is best wel duur. 50 Robux om iemand te duwen. Maar moet je opletten. Oh, kom op. Ja! Waarom vind ik dit zo leuk? Maar wacht even. We kunnen een gravity coil kopen. Hé, maar een gravity coil? Dat is toch alleen maar handig om hoog te springen en niet om snel te zijn? Ah, maar wacht. Dan kun je op deze manier naar boven. Dat is op zich wel chill. Er staat ook een balk in beeld waar je kunt zien hoe lang we nog moeten. Best wel lang. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga deze speler nog even duwen. 3, 2, 1. We kopen dit. Dan gaan we er naartoe. Oh. Ik heb nog niet eens op E gedrukt. Oh, wacht even. We kunnen een jetpack kopen. Dat is best wel duur. Oh, wat? Waarom is die speler zo snel? Nou ja, zie het zo. Wij hebben onze jetpack. Oh, wacht, we zweven ondersteboven. Moet je kijken. Omdat wij nu de jetpack hebben, kunnen we veel sneller naar boven. Alleen als ik naar de ballen kijk, gaat zelfs dit niet snel genoeg. Misschien zit er maar één ding op. In één keer naar het einde gaan. Gaat dit werken? Gaat dit werken? Oh my gosh, we zijn boven. Oké, moment van de waarheid. Oh my gosh. Oké, maar nu moeten we wel goed landen vanaf de hoogste duikplank ter wereld. We gaan het water in. We hoeven nooit meer te douchen. Dat misschien wel. 3, 2, 1. Oh my gosh. Nou ja, we hebben dus mega oren. Wacht eens even. Sinds wanneer staat hier een deur? Dat is echt heel raar. Is de maker van Brookhaven iets aan het uittesten? Maar wat nou als ze in dit dierenasiel ook een capybara hebben? Oh my gosh. Die past niet in het asiel. Dit blijft zo grappig. Ik denk alleen niet dat het lang duurt voordat ze dit item uit Brookhaven halen. Want nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat het de bedoeling is dat er een capybara in iemand zijn huis zit zo groot. Wacht, is dit niet dat nieuwere huis? Ik kan niet wachten tot er weer een nieuwe update komt. Misschien is die er inmiddels al wel. Als jullie nou mogen bepalen wat de volgende update wordt, reageer hier beneden. Wat voor update moet het dan zijn? Wacht, kunnen we onder de trap verstoppen? Ja, dat kan. Alleen de capybara past daar denk ik niet onder. Ah ja, ik weet alweer hoe dit werkt. Hier heb je de badkamer, let op. En dan heb je hier de kluis. Als jouw lievelingsdier nou het grootste item in Brookhaven zou zijn. Een kat, een hond, een rat. Laat in de reacties weten wat zou het dan zijn. Vanaf nu is dit de Capybara school. Abonneer voor meer en adios.